Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 78. Straks gaan we weer de straat op. Maar nu eerst een nieuwe onderzoekhoek. Kom erin! Zeg dokter Frank, weet jij waar geld eigenlijk vandaan komt? Ja, professor Mark, dat weet ik. Geld komt van de banken af. Nee Frank, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe ontstaat geld eigenlijk? Dat weet ik ook, Mark. Lang geleden bestond er namelijk nog geen geld. De mensen verbouwden zelf hun groenten en graan en fokten zelf dieren. Als je iets tekort had, dan ging je naar je dorpsgenoot en probeerde je te ruilen. Bijvoorbeeld, 8 kippen voor een geit. Als je mooie potten kon bakken, maar geen weefgetouw had, dan ruilde je het aardewerk voor een vloerkleed. Dat heet ruilhandel. Deze ruilhandel was wel ingewikkeld, want hoeveel kippen moest je ruilen voor een geit? 4? 5? Of misschien wel 6? De bakker ruilde brood voor nieuwe schoenen van de schoenmaker. Alleen had de bakker niet elke week nieuwe schoenen nodig, maar de schoenmaker wilde wel elke week brood. Mensen gingen daarom dus op zoek naar andere goederen om met ze te ruilen. Uiteindelijk werden dit stukjes goud en zilver. Ongeveer 500 jaar voor Christus ging men betalen met gouden en zilveren munten, zodat de stukjes niet meer elke keer gewogen hoefden te worden. Mensen waren alleen niet altijd even eerlijk met deze muntjes. Sommigen haalden stiekem wat van hun muntje af, zodat het muntje minder waard werd. In 1967 werd in Nederland de laatste zilveren munt geslagen. Sinds die tijd wordt ons geld gemaakt van metalen zoals koper, nikkel en messing. Om het te ruilen met andere landen makkelijker te maken, werd in 1992 in Maastricht besloten dat er één Europese munt moest komen. Sinds 2002 betalen we binnen Europa dan ook met de euro. Dit was de onderzoekhoek voor deze week. Tot een volgende onderzoek! We staan hier op de markt in Horst en we gaan de mensen vragen met welk spel ze steeds verliezen. Met alle spelletjes. Ik win nooit. Kaarten vroeger, dus ik heb al vroeger gekaart en dat verloor ik altijd. Met tegenwoordig spellen niet veel meer hoor. In 80 plus en dan wordt het minder hè. Britje. Mensen ergen je niet? Omdat ik niet goed met dobbelstenen kan omgaan, denk ik. En dan moet ik tellen en dat gaat nog wel eens fout. De laatste keer dat ik verloren heb is met volleyballen. Met sporten dus. Met kaarten. Jokeren of iets dergelijks. Dat is nooit leuk om te verliezen. Nou ja, ik ben er inmiddels aan gewend, dus. Nou, eigenlijk doe ik helemaal geen spelletjes. Met welk spelletje ik altijd verlies, Loes? Nou, volgens mij is dat met Skibbo, of niet? Want heb ik met jou nog gedaan, hè? Ja. Toen heb ik vet verloren van je. Wat was het, 3-0? Lieve Sophie, we hebben een cadeautje naar iedereen van Gewoon Doen. Ja. En ik wil je hartstikke bedanken voor de leuke samenwerking. Oh, alsjeblieft. Ja. Van ons allemaal. Ja, bedankt. Sophie heeft een heel jaar bij ons stage gelopen. Als bedankje hadden we onder andere een boekje gemaakt met persoonlijke boodschappen. We wensen haar heel veel succes op haar nieuwe stage en met de rest van de opleiding. Ja.
Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijk hier de volgende keer weer. Gewoon Doen.